Ze hebben een bezoekje gebracht aan Iljo Norwich zondag jongsleden. En hebben met haar gesproken over haar carrière en wat ze nog wil bereiken. Eleanor deelt wat leuke momenten, mooie momenten uit haar carrière met ons. En ja, 22 jaar actief zijn, dat is niet niets. Nee. Je zegt het zelf, 22 jaar. Hoe is het begonnen voor je? 13 jaar was ik. Ik denk, ik speelde straatvoetbal. Ja, Geiersvliet. En toen een paar heren, waaronder andere voetballers. Hebben toen aangegeven van er is een vereniging daar zo aan de Wanenstraat. No? Maar het was toen Diva, als ik me niet vergis. Ik ben daar gegaan. Een paar, ik weet niet hoe lang ik daar gespeeld heb hoor, maar ik denk nog een jaar. Maar er kwam iets ertussen, waarbij ik die overstap heb gemaakt naar Oma Soso. En vanaf toen. Ja, je bent Oma Soso trouw gebleven? Ja, want je moet denken met al die andere verenigingen, wie me kent of wie mijn mond kent. Mijn man koos ons, maar dan moet ik aan bakken, dus. Als teamgenoot. Selectie is wat anders. Dus vandaar dat ik altijd Oma Soso trouw ben gebleven. En dat ik nooit echt, ondanks men kwam met, ja, money hier, money daar. Ik ben iemand, als ik je ooit in het verleden, Mikosi vooral op voetbal gebeurt, kan ik niet samen met je gaan spelen. Heb je altijd achterin gespeeld? Over grote deel. Omdat je moet denken, trainer Wiene liet me met lastige Isa. Als ik moest scoren, dan kon ik een beetje doorbreken naar voren. Ik gaf haar die lange pas en dan weet ze dat ze voor baas moest klaarleggen. En daar maakte ik zo mijn doelpunt. Dus ze weet, ze mag niks anders doen. Aannemen, breed. En dan kom ik met die loeier en dan was het altijd een doelpunt. Kan je herinneren hoeveel doelpunten je hebt gemaakt voor Oma Soso? Mooi, niet. Maar er zijn wel, ik heb wel tenminste één kampioenswedstrijd op Coroni. Ja. In middel van een vrije trap heb ik wel beslist dat we daar kampioen zijn geworden. Maar aantal. Je rol binnen Oma Soso. Er zijn captains, maar je hebt ook een stem. Ja, eigenlijk niet een beetje macho gedrag. Hè. Maar ik hou niet van die band, want anders let de arbiter te veel toch. Dus iemand mag die band dragen, maar ik ben dan captain. Dus op papier zijn hun captain, maar ik ben dan degene die dirigeert. Welke mooie momenten kan je met ons delen of in je carrière? Wel, die ongeslagen kampioenschappen met Oma Soso, ja, leuke momenten. Ja. En minder prettig? Minder prettig. Nou, die make-up, mijn abal stuit, jongen, dat abal Abrami, dat abtjelai. Dan misdonkerie. Ja, dus maar ik denk als kona toen. Maar ja, ik werd misschien een beetje, hoe noem je het? Ik zag wat anders op dat moment. Je bent nu 35. Hoe lang gaat Eleanor Wish nog door? Wel, mijn buik moet ik nog een beetje droppen. Dat denk ik dat ik meer, ja, ik weet het niet. Zolang er een bal is, kan ik verder. Dus we gaan nog lang van je genieten? Ja, misschien als concurrent op de trainingen, als concurrentie. Want je weet, die jonge meisjes, als ze geen concurrentie zijn, gaan ze niet komen trainen. Ja. Dus ik ga er wel zijn, vanwege mijn werk, dat ik misschien niet echt meer vaker of ja, wedstrijden ga kunnen spelen. Maar ik ga er wel zijn. Maar af, jullie gaan me wel zien. Dus hopelijk wanneer ik erbij ben, dat er een kamerlapoeg is. Want zo'n man was je matief. Wat wil je nog bereiken met Oma Soso? Wel, die jonge meisjes. Want we hebben goede jonge meisjes die echt talent hebben. Dat ze minder naar me geklaagd. Gepraat. Mijn termen luisteren, maar het is goed bedoeld. Omdat ik ook zo ben opgeleid met al die termen. Mm-hmm. En het heeft me nog sterker gemaakt. Dus ik denk niet dat zij minder gaan zijn of minder gaan worden als ik dan. Ik wil die woorden niet gebruiken, maar het zit eenmaal in. Hè? Maar zo, ik kan me makkelijk aanpassen. Toch? Maar
we hebben talent, dus ik hoop dit jaar. Of trouwens, ik ga voor het kampioenschap samen met die meisjes en die push gaan ze wel van me krijgen. En die supporters, die ja, Oma Soso transfer, maar ik blijf Oma Soso zeggen, dat ze wel van dit jaar mooi voetbal mogen verwachten. Je tijd in de nationale selectie, welke mooie momenten kan je voor de geest halen? Als ik me niet vergis, U19 selectie, was ik captain. Op Antigua, daar waren we ongeslagen kampioen. Ja, dat. Dus dat zijn. Maar trouwens, ze weten op internationaal vlak, ja, Caribisch gebied. Wanneer ze, ja, de afgelopen selecties. Ik weet nog dat een van die dames me belde. Eljo, a coach voor Trinidad actie. Where is the long one? The long one, the tall one, number 3. Dan moet ik zeggen, oké, weet je dat? Ik eigenlijk een beetje stempel daar zo heb gedrukt, maar ja. Dus maar U19 selectie, dat was het. En als je terugblikt, je hele carrière, het niveau toen en met nu, wat zeg je daarvan? Eerlijk toen, ik zei het ook al in een eerdere interview, nu spelen die meisjes echt, zolang je ze niet wat geeft, gaan ze niet presteren. Maar vroeger was het, je moet eerst presteren en dan krijg je wat. En dat zag je ook mooi voetbal. Ja. Want nu heb je eens wat money vooraf, maar ze zijn het soms niet eens waard. Maar ja, als je verwende en dan heb je dingen money. Ja. Maar ik ben die mening niet toegedaan dat je eerst wat geld moet geven om te presteren. Maar ja, ik had die vak onder het draaien, maar voor mij geldt dat niet. En bij mij gaan ze ook nooit kunnen komen voor geld. Ik heb het niet. Je rug nummer 3, heb je dat altijd speciaal gevonden? Ik denk op 1 selectie na hoor. Mm-hmm. Maar clubverband, altijd nummer 3 selectie. Waarom? Wel, mensen, alle goede dingen bestaan uit 3 toch. Vandaar. Dus komend seizoen kunnen we uitkijken naar nummer 3 achterin. Ja, als ik niet speel, want je weet, we hebben niet echt veel tenues. Als ik niet kan spelen, dan ga ik het even lenen aan misschien iemand anders. Maar als ik er ben, ben ik wel 3. Zo weet je het. Een man mag vast aan 3. Eleanor Wish. En we hebben ook gesproken met haar vader, dat is de heer George Holwijn. Hij vertelt ons hoe trots hij is op zijn dochter. Prettig, ik voel heel prettig. Dat is voetbal voor me. Ja. Mm-hmm. Ja. Zit jong af voetbal. Is ze bezig met voetballen. Ja. Zit jong af. Ai, niet nu. En voor waar heeft ze die liefde voor voetbal? Huh? Voor waar heeft ze die liefde voor voetbal? Voor waar ze het heeft? Ja. Voor mij misschien. Voor mij misschien toch. Ja. En toen ze als klein meisje kwam en ze zei ze wil in een vereniging gaan voetballen, wat, hoe heeft u dat opgevat? Ze ga je gang. Doe wat je hebben wil. Ja, toch? Ga voetballen. Ja, toch? Ja. Ja, ze is eerst in, waar is ze opgepakt? Daar, Oma Soso. Ja. Ze was in Oma Soso, toch? Ja, ja. En is ze altijd een lief meisje geweest? Ja, ze is lief geweest altijd. Maar soms was ze ook een beetje agressief. Ja, ja. Hm? En de school, sport en school, ging dat goed? Het ging goed, man. Maar ik ging vaak, ik had een beetje een probleem in het leven met... Het leven. Ja, ja. En het ging echt niet, en ze verzuimde een beetje veel. Mm-hmm. Ik moest tegen ze op school gaan. Okay. Ja, om met haar te praten. Om met die meters te praten. Ja, ja. Maar het is goed gekomen? Ja, het is goed gekomen, ja. Ja. Ze heeft een diploma gehaald. En ze is agent nu. Ja. Ze heeft een diploma gehaald. Ja. En van daaruit heeft ze door. Hoe is dat? Door papieren gehad van de. Van de politie. Ja. Ja, ja. Ja. En daar is ze gebleven. Ja, ja. Mm. Ze is ook een paar keer kampioen geworden. Wat doet dat u als vader? Nu voelt ze nog goed. Ik ben emotioneel toch. Ja, ja. George Holwijn, een zeer trotse vader. En natuurlijk, zijn dochter heeft zoveel bereikt met Oma Soso. En daar mag hij natuurlijk trots op zijn. 22 jaar actief zijn binnen de voetballerij. En ook nog 20 jaar verbonden zijn aan de nationale selectie. Dat is bijzonder. We feliciteren Eleanor Wish. En zoals het zei, denkt ze nog niet aan stoppen. We'll be right back.
Voor de wedstrijd had ik altijd dus speler, trainer, gesprek met haar. Wat ik van haar verwacht. Wat ze voor mij, wat ze moet doen. En dat deed ze ook perfect. Na de wedstrijd hadden we ook weer ons gesprek. Wat fout en wat goed gegaan is. Trainer Wis. Zoals ik zei, heeft op 13 jaar leeftijd gevoetbald tussen de oude voetbalsters. Ze heeft heel veel moeten incasseren en ze heeft dus daaruit heel veel geleerd. En dat heeft dit eigenlijk gemaakt tot een goede speelster. En dat probeert ze dus op haar manier weer over te brengen aan de overige jonge speelsters. Soms hard, soms super hard, of soms ook op een heel zachte manier. Maar dat is heel goed, omdat je dus als speelster heeft er heel veel mee gemaakt. En ze weet wat ze allemaal daaruit geleerd heeft. Dat heeft gemaakt tot een goede verdediger en een goede speelster. Elio, ik zou zeggen, 8 november wordt je bigiari. En have fun, maak het beste van je dag. You know, voetbalsters zijn altijd, ieder daar buiten, op het veld daar buiten. Je werk wat je ook doet, Isabi, heeft ieder respect voor je. Hou het zo en blijf jezelf. Wij dit overhandigen en ik hoop dat het een hele goede plek zal krijgen. Oma Soso Transvaal. Dat ding is zo zwaar. Je moet niet dat mina lantje chiffen. Dat is in die camera. Ja. Jawel. Bedankt, bedankt dat iedereen die hier achter staat. Bedankt. Je gaat een goede plek hebben. Of krijgen. In mijn kamer. Ik heb een 3x3 hoor. Mag ik ook. Ik kan gewoon naar staan.